Wat u hier op dit scherm ziet, is een enkel pixel. Enkele witte pixel. Daar. Als je een laptopscherm met één witte pixel vanaf 100 kilometer afstand bekijkt, dan krijg je per seconde één foton, één lichtdeeltje in je oog. Ik ben Floor van de Pavert. Ik ben oprichter en directeur van Single Quantum. En wij maken apparaten om enkele fotonen te kunnen meten. Wat is onze techniek? We hebben een lichtgevoelige chip, die zie je hier. Dit is 5 micrometer, dus dat is ongeveer een tiende van een haardikte. En het lijken streepjes, maar wat het eigenlijk is een ononderbroken nanodraad. En die nanodraad is gemaakt van niobium titanium nitride. En dat is een materiaal wat super geleidend wordt als je dat koelt tot min 270 graden Celsius of kouder. En dat doen wij dus. En daar hebben we dit apparaat voor nodig. Als je daar nou een stroom doorheen laat gaan, nou die stroom die ziet geen weerstand in een supergeleidende chip. En op het moment dat er één enkel foton op die chip valt, daar, dan wordt dat geabsorbeerd en daardoor wordt heel kort die supergeleiding doorbroken. 10 nanoseconden. En dat is precies dan het detectie-event wat je met je elektronica dan kan meten. En dat is dus het principe van onze apparaten. We zijn een spin-off van onderzoek gefinancierd door FOM, NWO en TU Delft. En STW had hier eigenlijk ook bij moeten staan, want we hebben ook een Valorization Grant fase 1 gekregen. Dit zijn mijn medeoprichters, Sander Doornbos en Veld Zwiller. Sander heeft tijdens zijn promotie de chips ontwikkeld. En wat er eigenlijk gebeurde was in wetenschappelijke samenwerkingen, kregen zij steeds de vraag van, nou die chips van jullie die zijn zo goed, mogen we daar nog een paar van? Want die gaven ze gewoon weg in ruil voor publicaties. En ze kregen zoveel vragen dat zij dachten, nou hier zit een markt in en wij gaan een bedrijf oprichten. Dat probeerden ze en ze kregen het eigenlijk niet helemaal van de grond. Ze waren natuurlijk ook allebei fulltime wetenschapper. En toen kwam ik om de hoek kijken. Ik heb 4 jaar lang inderdaad bij FOM gewerkt. Ik heb me onder andere bezig gehouden met valorisatie. Hoe kan je nou start-ups stimuleren? En daarom had ik contact met VEL als universitair docent in Delft. Als FOM-werknemer. Ik zag wel dat zij eigenlijk iemand nodig hadden om die zakelijke kant te doen. Ik heb ze dat ook geadviseerd. Zoek nou iemand voor die zakelijke kant. Ik heb ze zelfs in contact gebracht met een ondernemer uit mijn netwerk. Van ga eens met die man praten. Nou, kwam niks uit. Op een gegeven moment was het zo duidelijk. Hier is eigenlijk gewoon een vacature. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dus toen heb ik voorgesteld om het met z'n drieën te doen. En dat is eigenlijk hoe het gegaan is. We zijn begin januari opgericht als BV en we hebben 1 apparaat verkocht en een order voor een 2e. Dus voor een start-up gaat dat heel goed. Wat is er nou zo bijzonder aan ons apparaat? Dit is het spectrum van het zichtbare licht. Het hele elektromagnetisch spectrum is nog veel groter. Dat gaat aan die kant verder met radiogolven, magnetronstraling. En aan deze kant UV, röntgenstraling, maar voor een plaatje is het natuurlijk wel leuk om het zichtbare licht te laten zien. Onze detectoren zijn heel gevoelig in dit stuk van het spectrum eigenlijk. Het nabije infrarood, dus dat valt eigenlijk van de plaat af. En er zijn geen andere apparaten die zo gevoelig kunnen meten als wat wij kunnen. Je hebt wel apparaten die halen van elke 100 fotonen die erop vallen, meten ze er misschien 3. Op z'n hoogst 4. Dus dat is een efficiency van 3%. Onze apparaten zijn wel 10 keer zo gevoelig. Dus die halen op dit moment 30%. En we denken dat de komende jaren nog wel flink te kunnen verhogen. En juist omdat in dat infrarood geen andere technieken zijn, zijn wetenschappers heel erg geïnteresseerd in ons product. Dus op dit moment richten we ons op de wetenschappelijke markt. Maar we zijn ook aan het kijken naar industriële toepassingen. Ik zal het heel kort even noemen.
het beveiligen van communicatie door middel van het heen en weer sturen van fotonen. Dat heet kwantumencryptie. Daar zien wij een toepassing. Er zijn bepaalde medische beeldvormingstechnieken waarvoor je in dat infrarood heel erg gevoelig moet kunnen meten. Daar gaan we naar kijken. En wat wij op dit moment als het meest veelbelovend qua toepassing voor ons product zien, is het testen van computerchips. Daar wordt ook gekeken naar infrarode straling die van fouten op de chips afkomt. En we zijn nu al in gesprek met ASML, NXP en IBM. Dus dat is erg spannend. Dan wil ik kort nog iets zeggen. Wat ik in mijn tijd bij FOM, toen ik met valorisatie, het stimuleren van start-ups, bezig ben geweest, heb geleerd. Als je wil ondernemen, als dat je leuk lijkt, als je denkt dat het je ligt, hoef je niet per se zelf een goed idee te hebben. Dat dacht ik altijd. Ik dacht, ondernemen, dat lijkt me best iets voor mij. Maar ik heb niet een goed idee. En ik heb ook niet de technische kennis of know-how. Ik heb geen onderzoek wat ik kan valoriseren. Maar dat hoeft niet. Zolang je maar een team hebt waarbij je iemand hebt die dat wel heeft. Dus als je ondernemer wil zijn, hoef je niet per se zelf dat idee te hebben. En andersom geldt het ook. Als je een wetenschapper bent en je hebt iets waarvan je denkt, hier zit een markt in. Denk dan niet per se dat jij zelf degene bent die dat bedrijf van de grond af gaat opbouwen. En dat is ook een boodschap die ik wil geven aan de beleidsmakers hier die bezig zijn met, nou ja, hoe kunnen we valorisatie bevorderen. Denk daarover na, over welke boodschap geef je met je subsidie-instrumenten. En wat verwacht je precies van die wetenschappers? Was het?